Deze beschouwing, die wordt weer lekker ouderwets, rustig. Je kan hem prima luisteren voor het slapen gaan. Voor mij is de dag aan het beginnen. Het is zondagochtend, 9:30. Ik heb al wat sms'jes gehad van mijn lieve kind. Want die komt morgen eten. Dus dan moet ik een beetje opruimen hier. En ik ga eten koken vandaag al. We hebben morgen op het menu staan aardappelpuree met een rode kool en stoofvlees. En ik heb een heerlijke lap stoofvlees gehaald. Een heerlijke lap doorregen runderlappen van een tientje. Maar daar kan ik een paar dagen van eten, neem ik aan. En ik heb specifiek voor mijn dochter bij haar favoriete aardappeldealer uit Driel heb ik aardappels gehaald. Zo'n mooie, kruimige Zeeuws roem. En daar ga ik puree mee maken. Dus ik maak de puree zelf, hè? Niet uit zijn pakkie. Ah, lig je al lekker in bed, man. Ja. Lekker onderuit liggen, man. Ik heb er een kopje thee bij. Als ik jou was, zou ik het ook maar doen. Het gaat een uurtje duren, zoals gewoonlijk. Ja? Neem de tijd. Ik heb deze uitzending genoemd Mijn Testament naar Boudewijn de Groot. Waarmee ik bedoel, het is geïnspireerd door dat lied van Boudewijn de Groot. En dan lees ik even voor de pagina op Wikipedia. En daar staat, testament is een nummer van Boudewijn de Groot. Het staat op de B-kant van de single Het Land van Maas en Waal. De Groot wordt begeleid door een orkest onder leiding van Bert Paige, Page, ja, Paige, P-A-I-G-E. Het grootste deel van de tekst is geschreven door Lennart Nijg. Boudewijn de Groot vond een deel van de tekst echter niet bij hem passen en schreef de tekst van het couplet beginnend met voor mijn ouders is het album met de plaatjes. Voor mijn ouders is het album met de plaatjes. En het tekst begint dat het merendeel is geschreven door Lennart Nijgen, 80% of zo. En het begint dan, na 22 jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd. De compositie is van Boudewijn de Groot. Die vind ik erg mooi. De tekst vind ik mooier. Maar de compositie is ook mooi. Wat niet zo mooi is, is dat Boudewijn de Groot, zeggen ze, naar bed is gegaan met de vrouw van Lennart Nijg. Dat heet fornication, adultery. Dat is overspel. Dat is absoluut verboden. En dat mag niet. Ook niet op zondag, ook niet op maandag, ook niet een keertje. En ook niet als het gaat om de vrouw van jouw tekstschrijver. Ik kan me niet voorstellen dat de relatie tussen Lennart Nijg en Boudewijn de Groot heeft verbeterd. Dat kan ik me niet voorstellen. Dat moet kwaad bloed gezet hebben. En later is Boudewijn de Groot in de schijnwerpers komen te staan met een lied wat hij zelf gecomponeerd heeft en waarvoor hij de tekst ook zelf geschreven heeft. En die tekst die luidt, ik geloof, ik geloof, ik geloof. Ik geloof, ik geloof, ik geloof. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof. Ik geloof, ik geloof,
Ik geloof, ik geloof. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in jou. Ilk. Maar dit is dan mijn testament wat ik aan jullie heb te geven. Nou, mijn testament, als je dat dan opsomt, hè, van wat heb ik nou de wereld te... Ja, wat is er te verdelen onder de lu als ik de pijp uit ben? Nou, heel treffend, vorige week kreeg ik een brief van een of andere organisatie. Ik dacht, is dit nou stomme reclame of zo? Ik had dat ding bijna weggegooid, maar ik maak hem toch maar even open. Was het een bericht van mijn uitvaartverzekeringsmaatschappij? Waarvan ik kende de naam van die organisatie echt niet. Maar ze kenden mijn naam dus wel. Dus ze zijn denk ik van naam veranderd, want ik heb inderdaad ooit een uitvaartverzekering afgesloten. En een heel ingewikkeld verhaal met winstdeling. Die jokers maken nog winst ook, hè? Ja. Ja, die jokers maken nog winst ook. Maar goed, dat deel ik dan kennelijk in. Ja, ik dus niet. Want dat zal echt wel in de clausule staan dat je dat geld wat daar staat, ja, dat kan ik dus niet claimen. Dat is voor mijn uitvaart. Maar er staat meer dan 6.000 euro. Dat is inclusief de winstdeling. Dus dat is inclusief wat die oplichters hebben afgetroggeld van die andere premiebetalers. Maar dat maakt mij dan niet uit. Wat mij betreft moet je die 6,5 rug doorheen jassen. Ik zou echt alles claimen. Ik zou het niet besteden aan een dure kist of zo. Dat niet. De mooiste, het meest, ja, wat ik het liefste zou willen is dat die 6.500 er doorheen wordt gejast. Met een leuke middag die voor iedereen leuk is. Ook voor de kinderen. Ja, 6.500, man, kom op, dan moet je er wat leuks voor kunnen doen, hè? En in elk geval goed eten. Dus stel bij mijn overlijden dat er een mannetje of 10 zijn. Nou, dan moet je dus van dat stoffelijk overschot van mij moet je af, punt 1. Maar ja, ter beschikking stellen aan de wetenschap misschien. Als dat mogelijk is. En dat dan die laaienlichters die winst maken over uitvaarten. Kennelijk, dat weet ik nu, heb ik nu het bewijs van in handen. Die mensen maken winst en ik mag er dan in delen. Ja, dat is leuk, maar ze delen zelf dus ook. Hè? Maar die laaienlichters, als je daar even mee gaat overleggen. Dat ik zeg, nou ja, je staat erop dat het lichaam wordt gegeven aan de wetenschap. Want hij vindt zijn lichaam heel bijzonder en hij wil toch wat nalaten aan de wetenschap en zo. Maar we willen wel de uitvaart fatsoenlijk. Ja, beding dan dat als er... Stel, er zijn 10 mensen die wel even bij elkaar willen komen om ter nagedachtenis van mij wat leuks te gaan doen. En zeg dan tegen die maatschappij, tegen die laaienlichters, dat er echt een mannetje of 40 komt. Hè? En zeg dan ook dat... Ja, je wil het bescheiden houden, dus dan reken je op €30 per persoon aan kosten. Plus wat reiskostenvergoeding voor de mensen die... zeg maar €60. Nou, dan doe je €60 keer, nou zeg 50 mensen of zo. €3.000. Nou, dan is die hele laaienlichtersmaatschappij, die kan dan vervolgens €3.000 in de eigen zak stoppen en bijschrijven op de winstdeling van die andere opgelichte jongens. Dus die moeten blij zijn. En dan heb jij €3.000 voor 10 mensen. Ja, dat is €300 per persoon, hè. Dan kan je een hotelletje voor afhuren. Als je dan toch ergens een leuke omgeving, een Noordwijkerhout of zo. Of Wijk aan Zee, Schorrel of zo. Huur een hotelletje. Een Wijk aan Zee is een heel leuk hotel, vlakbij het strand, man.
En dan plan je dat. Nou, misschien ga ik heel handig dood als het mooi weer is. Maar omdat ik zo gelukkig ben, heb je een grote kans dat ik pas dood ga na mijn verjaardag. Maar ja, als ik natuurlijk begin september overlijd, die kans is vrij groot, hè? Want gelukkige mensen overlijden meestal na hun verjaardag. Ja, wist je niet, hè? Nee, even erfenis voor jou. Dus dan zou ik dus begin september overlijden. En dan is het meestal nog erg aangenaam weer hier in Nederland. Nou, dan als de sodemieter naar Wijk aan Zee, dat zou ik doen. En het hotel is heel makkelijk te vinden. Want je hebt dus dat dorp Wijk aan Zee. En dan is er maar één weg die gaat naar het strand toe. En aan het begin van die weg, daar is een hotel. En die balkons, die zitten allemaal op de zuiden. En als je dus dat weggetje afloopt door de duinen, dan heb je daar waar je bij het strand komt, heb je gelijk links en rechts heb je allemaal eetgelegenheden. Dus nou, wat wil je nog meer? En aan het begin van die weg, dan even te jullie de info dat je echt niet fout loopt, daar zit zo'n natuurachtige campingtoestand. Hoe noemden wij dat vroeger ook alweer? Met een keer zo'n, hoe noem je dat ook alweer? Nou, in ieder geval, er zit zo'n heel groot complex met allemaal kleine kamertjes. En dat wordt dan beheerd door een of andere stichting. Vroeger had je daar zo'n woord voor. Met dan een oom en een tante die dat dan beheerden. Of een vader en een moeder. Nou ja. Ja, met een gemeenschappelijke keuken en ieder heeft zijn eigen kamertje. Ik heb daar een keer een vakantie doorgebracht met mijn dochter. Zo weet ik ook van dat leuke hotel. En ik liep daar dus langs en ik dacht toen nog van nou, als ik nou, ik had toen niet zoveel geld. Heb ik nooit zoveel gehad. Ik dacht van ja, als ik nou poen heb, dan zou ik toch in dat hotel willen zitten. Met die balkons op het zuiden. Oh man, lekker. Dan ga je overdag lekker naar het strand. En dan voor het eten, lekker op je balkonnetje, kets in de zon. Bacardi cola of zo. Oh man, dat moet lekker zijn. Ja, ik bedoel, je hebt €300 per persoon. Dus dan hoef je niet op een dubbeltje te kijken. Bacardi cola met worst en olijven. En daarna lekker eten aan het strand. Nou, voor wie wil, die kan nog doorzakken bij het strand. En de anderen kunnen nog even een wandeling maken. En zich terugtrekken in het hotel. En de volgende ochtend iedereen lekker naar huis. Dat is toch heel bescheiden. Zo'n minuutje of 3, misschien eerder. Ja. Als de mensen zeggen, oh, maar Wijk aan Zee, daar kan je lekker wandelen. Nee, dan komen wij 's morgens vroeg al. En dan kom je toch 's morgens vroeg. Door die hotelkamers, daar kan je in vanaf. Nou, niet heel vroeg natuurlijk, maar nou, zeker vanaf 12 uur kan je erin. Nou, dan ben je op tijd genoeg, hoor. En die vroege vogels lunchen op kosten van Perry. Wat is dat nou? Nou, doe dat maar als ik de pijp uit ben. Ook niets leuks. Geen toestanden met, oh, wat erg dat hij dood is. Nee. Ga er maar vanuit dat als ik de pijp uit ga, dat ik voldoende geleefd heb. En dat ik er ook achter ben. En nu gaan we dus meer naar het testament toe. Dat het leven is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik heb nou een nieuwe baan. En daar ben ik echt super blij en heel tevreden. Lachen, man. Maar ja, je moet het wel leuk vinden. Bottom line, is er eigenlijk geen drol aan. Nee. Maar als je let op al die kleine dingen, dan is het wel weer heel fantastisch. En ik geniet er met volle teugen van. Maar aan de andere kant, ja, ik moet voor de meeste locaties waar ik in ben geroosterd, moet ik een half uur fietsen. Nou, goed voor je beweging, hè? Zie je het weer positief. Maar je moet wel een half uur fietsen.
En als je klaar bent, moet je weer een half uur terugfietsen. Dus ik ben nu binnen die organisatie bezig om een ander baantje. Ik heb gesolliciteerd op een andere baan. En ik zou het wel fijn vinden als dat lukt. En dan zit ik weer meer in mijn eigen vak. En dan kan ik weer ICT dingen gaan doen. En dan kan ik met de bus naar mijn werk. Die bushalte die is bij die locatie 5 minuten lopen. Minder. En dan kan ik hier bij het station kan ik opstappen in Arnhem. Wauw. En het salaris wat ik dan krijg, ja, daar kan ik makkelijk die buskaart van betalen. Dus €50 in de maand een buskosten. Nou, dat is te doen toch? Moet je wel iedere keer opletten dat je inbliept en uitbliept. Maar ja, dan kom je weer bij al die dingen van het bestaan. Dat is allemaal zo'n toestand, man. En je moet er echt wat van maken. Dus, en dat is wat ik jullie mee kan geven. Het materiële, dat is die 6 ruggen. Nou, dan heb je net aangegeven hoe je dat in mijn ogen zo verstandig mogelijk er doorheen jast. We maken wat leuks van. Nou, dan heb ik hier nog een stapel boeken. Die zijn erg aangenaam. Die zijn erg goed. Dat zijn wel de parels van de literatuur die te verkrijgen was in Nederland in de periode 1980 tot en met 2020. Ongeveer dan, hè? Er ontbreekt weinig materiaal. Schopenhauer staat erbij, Kant heb ik erbij. Nietzsche staat erbij. Ja, niet alles van iedereen, maar wel de belangrijke dingen. Ik heb Van den Berg zit erbij. Het zijn Metabletica. Erg interessant. En ik heb Osho erbij staan. Oh, Perry, maar Osho, dat was toch dat was helemaal niet bijbels. Nou, daar moet je nog maar eens even over nadenken. Osho was een grote fan van Jezus, hè? Osho begreep meer van Jezus dan een hele hoop mensen die zeggen dat ze bijbelgelovende christen zijn. Osho heeft over Jezus gezegd dat die parabel van Jezus, en daar is het thema van de parabel, is dat de eerste de laatste zullen zijn. En vice versa. Ken je dat? Ik zal hem uitleggen. Jezus sprak over het koninkrijk der hemelen. En dat een plek is waar je bij leven kan verblijven. Dus op deze aarde, iedereen maakt zich druk over het halen van de bus. En heb ik mijn volksgezondheidsverzekering wel betaald? En dat soort dingen. Hè? De verjaardag van tante Jo, want die is daar zo stipt in. En kinderen kunnen ook heel erg zeuren, by the way. En ga maar door. Hè? Dat is de materiële wereld. De materiële wereld waarvan Jezus zegt, hou er mee op. Kappen met die handel. En hij spreekt van een, en dat noemt hij dan het koninkrijk der hemelen. En dat is dus hier op aarde. En daar kan je dan verblijven. Dan kan je zeggen van, ga daar leven. Leef en werk vooral. Werk in het koninkrijk der hemelen. Werk daar. En werk niet hier. Het is niet zozeer dat je van Jezus geen baan mocht hebben. Maar het zei hem niks. Dat is niet wat je moet doen. Dat is niet waar het om gaat. Nu kom ik dus aan mijn testament voor jullie. Wat ik je mee kan geven.
Los van die boeken. Hè? Maar die boeken zijn wel interessant hoor. Ik heb ook Blavatsky hier staan. Helena Petrovna Blavatsky. Ja, die heb ik ook. En L. Ron Hubbard van de Scientology-kerk. Dat boek heb ik hier ook. En ik heb de biografie. Dus het levensverhaal van Jiddu Krishnamurti. Niet door hem zelf geschreven, maar door Jayakar geschreven. Dat was een volgeling van hem. Ja, heel gave boeken. Nou, wat wetenschappelijke werken, die heb ik ook. Goed boek over, meerdere goede boeken over wiskunde. Een goed boek over statistiek. Een aantal boeken over scheikunde. Ja, dit zijn wel een behoorlijke mooie bibliotheek. Als je die in één... Ja, en ik heb van die mooie IKEA-kasten. En die zullen tegen die tijd het heus nog doen. En die heb ik leuk opgeschilderd. Dus ik zou eigenlijk die kasten in hun geheel... met boeken en al ergens neerzetten in je eigen woning. Handige kasten, man. Met glazen deurtjes. Dus dan heb je ook niet dat die boeken allemaal onder het stof komen. Wat ik zo irritant vind aan gewone boekenkasten. Ik heb de godganse tijd die boeken staat schoon te maken. Maar met glazen deurtjes heb je daar geen last van. Niet helemaal waar, maar veel minder last van. Dat zijn materiële dingen. En ik heb hier nog een leuke geluidsinstallatie staan. Die is echt aardig. Dat heet een middenklasse hi-fi installatie. Dus geen topklasse, maar middenklasse. Dat kan je niet zomaar kopen bij de mediamarkt. Dus een kwaliteit die daarboven zit. Cambridge Audio. Engels merk natuurlijk. En handgemaakte boksen. Door een hele bijzondere man uit Soest. Ik weet alleen niet meer hoe die heet. Vragen. Er zat ook geen merkje op, hè? Hele goede boksen. En er zijn weliswaar oude boksen. Ze zijn nu 30 jaar oud. Maar bij boksen doet dat er niet veel toe. Die blijven goed. Ja, en die dekjes die ervoor zitten, daar hebben katten aan gekrabbeld. En dat is jammer. Maar ik zou er verder niks aan doen. Ik zou het gewoon zo laten, inclusief kattenkrabbels. Het is niet zo dat de vellen erbij hangen, maar je kan zien dat er aan gekrabbeld is door een kat. Stomme beesten, die denken dat het krabpalen zijn. Die boksen zijn het beste niet voor iemand die poezen heeft. Dan, die maken dan die dingen helemaal kapot. En, ja, om er dan een rek voor te monteren met aluminium, zodat de katten niet gaan kunnen krabben. Dat is allemaal veel te veel werk. Dus die boksen zijn dan voor iemand met een hond. Of dat mijn dochter ze wil, maar die wil even waarschijnlijk tegen die tijd poezen. Dus ik denk niet dat dat aan haar besteed is. En een hele behoorlijke cd-verzameling zit erbij. Met echt wel het beste werk uit de jaren 80 en de jaren 90 van de vorige eeuw. En een enkel werkje uit de 21ste eeuw. Enkel werkje. En wat leuke klassieken. Bach zit erbij. En dat is eigenlijk wat hoofddeel Bach. Dat is erg mooi. En iets van Debussy, wat erg mooi is. En Erik Satie zit erbij. En iets van Brahms zit erbij. Dat is ook erg mooi. Maar het mooiste is Bach. De Goldberg-variaties en de Wohltempierte Klavier. En de Franse en Engelse suites van Bach. Ja, kortom, die cd-verzameling, daar raak je niet op uitgeluisterd. Daar kun je altijd wel wat in vinden. Ook Madonna zit er ook bij. Dat is toch wel leuk, hè? Maar dat zijn de materiële dingen. Ik heb er meer. Ja, mijn computers, maar ik weet niet wat je daarmee moet. En wat kookboeken. Nou, dat is ook wel handig.
En ik heb in de keuken natuurlijk wat materialen voor te koken. Ja, die kan je ook allemaal gebruiken. Maar de meeste dingen zal je wel hebben. Maar die pan die ik heb een hele mooie pan van Creuset. Tegen die tijd zal dat ding een godsvermogen waard zijn. Die kan je verkopen op Marktplaats voor honderden euro's. Of je houdt hem lekker zelf. Op zijn Engels heet zo'n pan een Nederlandse oven. Een Dutch oven. Die pan, daar ga ik vandaag eens ook die stoofschotel in maken. Ideale pan voor stoofschotels. Mooie dikke bodem. Het allerbelangrijkste wat ik nalaat aan jullie, dat is het levensadvies. Kijk terug naar die parabel van Jezus. Er werd aan Jezus gevraagd van, ja, dat koninkrijk der hemelen, waar je dan volgens jou moet gaan werken, maar waar ligt dat dan? Waar is dat dan? En toen zei Jezus, ik pak hem er even bij. En dan niet gelijk van, ja, dan begint hij weer over de Bijbel. Nee, dat is naar aanleiding van wat Osho heeft gezegd. Hè? Ik leg dat heel goed uit. Even kijken hoor. Dit is dan de eerste zullen de laatste zijn. Ja, Google snapt dat gelijk al. Hoor. Even kijken. Dan wil ik eventjes weten. Waar is het dan? Bible Gateway. Matteüs 20. Oké. Okay. Nou, dan pak ik even mijn King James erbij. Ja, dat is ook nog materieel wat ik heb. Hè. Ik heb hier in huis 2 mooie Bijbels. Dat is een Statenvertaling en een King James. En ik heb 2 NBG-vertalingen van het Nederlands Bijbelgenootschap. En die 2 die zijn oud. Die zijn een stuk gelezen. Ja, ook wel leuk natuurlijk. En het zijn NBG-vertalingen. Dus. En wat ik je kan meegeven, je kan je beter houden bij de King James en de Statenvertaling. Even de microfoon bijstellen hoor. Even kijken. Even, ik heb dit niet zo heel strikt voorbereid, dus ik wil het even goed voorlezen, ja? Het gaat om een vraag van Petrus namelijk. En het gaat over het koninkrijk der hemelen. Maar ik zie de vraag van Petrus niet staan. Nou ja, niks van aantrekken. Gewoon doorlezen. Dit is dus de King James en dit is Matteüs. Dat is het eerste evangelie van het Nieuwe Testament. Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Matthew, Mark, Luke en John. En dan is hoofdstuk 20, The Parable of the Hired Laborers. En dan komt hij. For the kingdom of heaven is like unto a man, an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. And he went out
about the third hour and saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. And he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise. And about the 11th hour he went out and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle? They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. So when even was come, the Lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and give them hire, beginning from the last until the first. And when they came that about the 11th hour, they received every man a penny. But when the first came, they supposed that they should have received more, and they likewise received every man a penny. And when they had received, they murmured against the good man of the house, saying, These last have wrought 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. But he answered one of them and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take thine and go thy way. I will give unto this last even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil because I am good? So the last shall be first, and the first last. For many be called, but few chosen. Nou, dit Engels is niet moeilijk, toch? Kon je dit helemaal volgen? Samenvattend zegt Jezus, het koninkrijk der hemelen is als een man met een wijngaard. Huh? En die heeft werkers nodig. Nou, dat alleen al, daar kan je al bij stilstaan. Want nou even dan terug, die man met die wijngaard, die man, dat is de big boss. Dat is de vader van Jezus. Dat is de werkgever. En de wijngaard, dat is deze wereld. Die eigenaar van die wijngaard, die is gelijk alle andere eigenaren van wijngaarden in die zin dat hij eigenaar is van iets wat hij zelf niet kan oogsten. Dus een eigenaar heeft arbeiders nodig om zijn kapitaal om te zetten in product. Zijn goederen, waren, de toegevoegde waarde. Gewoon het economische verhaal. Dit is een waarheid als een koe, die ik nu vertel. Mensen die tegen kapitalisme zijn, die hebben een gaatje in hun hoofd. Want iemand met kapitaal is afhankelijk van de arbeider. Zonder arbeiders kan je een hele hoop kapitaal hebben, helemaal landerijen en toestanden. Maar als er niemand is om de oogst binnen te halen, ja, ga jij dat in je eentje doen? Nee, natuurlijk niet. Dat kan helemaal niet.
Zeker niet. Als je, ja, als je een heel klein wijngaardje hebt. Ja? Met 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 van die wijnranken. Ja, dan doe je dat even lekker zelf. Maar als je echt een vette wijngaard hebt, dan kan je dat niet in je eentje doen. Dan heb je daar mankracht voor nodig. Die moet je al even goed gaan begrijpen. Dus God heeft jou nodig. Snap je? Osho begreep dit helemaal. Ja. En dan heb je de mensen die gaan 's morgens vroeg al voor die eigenaar van die wijngaard, God dus, aan de slag. Ja. En spreken met die eigenaar een vergoeding af, een loon. Nou, afgesproken, ja. En later komen die mensen tot de ontdekking dat degene die maar een uurtje hebben gewerkt op die wijngaard, dat die datzelfde loon krijgen. En dan voelen zij zich besodemieterd. Ja, die mensen begrijpen het niet. Want zij zijn toch 's morgens overeengekomen dat zij zouden werken voor dat afgesproken loon. Nou dan. En wat hier nou achter zit, en wat Osho heel mooi uitlegde, was dat het loon wat je krijgt door te werken voor de Heer, dat is oneindig. Hier wordt gesproken over een penny, a penny a day. Maar wat jij krijgt, dat is oneindig. Dat is zo groot. En wat die mensen krijgen aan het einde van de dag, dat is ook oneindig. En oneindig is net zo groot als oneindig. Dus vandaar heeft iedereen hetzelfde loon. En je kan niet twee keer oneindig hebben. Want het loon wat jou ten deel valt, dat is het eeuwige leven. Ben je eruit? Snap je hem? Ja, dus oneindig plus oneindig is oneindig. Twee keer oneindig is oneindig. Dus je kan niet meer dan oneindig krijgen. Dus die mensen die 's morgens vroeg al begonnen waren, die hadden dus gezien dat degene die een uurtje gewerkt hadden, want die kregen als eerste hun loon. Oh, die krijgen oneindig. Oh, dan krijg ik zeker twee keer oneindig. Nee. Punt 1, je was 's morgens overeengekomen dat jij oneindig zou krijgen en twee keer oneindig, dat kan niet. Zo moet je dit begrijpen. En of je nou gelooft of de historische Jezus echt met zijn sandalen en zijn djellaba gewandeld heeft in Jeruzalem en omstreken. Wat ik dus wel doe. Of jij dat nou gelooft of niet, dat doet er niet toe. Wat hier in de King James staat, is waar. Dat zegt Osho ook. Als jij één keer begrijpt hoe de boel in elkaar zit, dan werk jij in de wijngaard. Dan is het ook de enige plek waar jij wil werken. Want voor de rest sta je te niets nutten. Hier in de King James wordt gebruikt het woord idle. The man who stood idle. En idle betekent niet ijdel, maar het betekent dat je niks doet. Dus alle mensen die werken voor een baas en denken dat ze werken, die mensen werken helemaal niet. Dat wil niet zeggen dat ze niet werken, maar ze werken niet in die zin dat ze denken. Het loon wat jij krijgt voor jouw werk,
Dat... Kijk, je wordt al vergoed voor je werk met geld. Waarmee al vast is komen te staan dat jij dus niet werkt. Want jij werkt, maar dan krijg je geld. Ja, je hebt geruild. Je hebt jouw inspanning, je tijd en je aandacht geruild voor geld. Maar dat is niet werken. Dat staat niet gelijk aan werken. Aan werken wat Jezus bedoelt. Jurre Gliesman, mijn bijbelgelovende vriend uit Leuven, die heeft een ongelofelijke partij YouTube-materiaal gemaakt. Die heeft meer dan 1000 abonnees, echt veel. Hij komt in aanmerking om zijn kanaal te monetizen. Ik weet niet de Nederlandse kreten daarvoor. Hè? Maar je kan naar YouTube, moet je een berichtje sturen. En dan zeg je van nou, ik wil graag in aanmerking komen voor monetization. En daarvoor moet je dus voldoen aan een aantal voorwaarden. Voorwaarden waar ik echt bij lange na niet aan voldoe. Maar Jurk wel. En dan kan je kiezen voor bepaalde advertentieprogramma's. En dan kan je kiezen voor een advertentieprogramma-schema wat echt niet irritant is. Wat mensen heus zullen accepteren, dat kan Jurk doen. En dan krijgt hij... Ja, ik denk dat zijn kijkeraars dat ze hem wel zouden vergeven. En hij zou ook spulletjes kunnen gaan verkopen of doorverkopen. Of zeg het maar. Maar dat doet Jurk niet. Hij kijkt wel linkeruit. Want Jurk wil werken. En hij wil er per se geen geld voor. Want dan heeft hij al betaald. Dan heeft hij alleen maar ruilhandel gepleegd. En dan heeft hij ook nog ruilhandel gepleegd met het woord. Terwijl het woord van iedereen is. Het moet ook ergens staan. Staat het ook in de Bijbel? Ik pak het even erbij. Dit gaat over mijn testament aan jullie. Hè? Betaald. Priesterschap. Even kijken hoor. Nou, er is in elk geval, ik dacht dat ik iets in de Bijbel zou kunnen vinden. Betaald priesterschap, en zal ik even bijtypen Bijbel. Ja? Ik dacht dat het in de Bijbel stond. Hè? Nee, staat niet ergens iets. Maar het betaalde priesterschap, dat is niet iets wat je wil. Een priester die niets anders doet dan het woord van de Bijbel, het woord van God, door te geven. Ja, die man moet ergens van leven. Dus, ja. Maar kijk naar mijn leven, wat ik dan uitgeef op een dag. Nou, dat is in principe genoeg voor zo iemand. Dan praat je niet over heel veel geld in de maand. En ik bijvoorbeeld, en dat geldt ook voor Jurk.
Nee, ik werk niet fulltime. Voor geld dan, hè? En wat ik dan, noem het maar die ruilhandel. Dus ik verhuur mezelf. En dan krijg ik geld voor. En ja, ik verhuur mezelf maar voor zoveel uren in de week. En dat geld wat ik daarvoor krijg, daar kan ik mijn huur van betalen. En gas, water, elektra. En verplichte volksgezondheidsverzekering. En dan kan ik ook elke maand nog een, niet veel, maar kan ik een klein beetje sparen voor het geval dat. That's it. Dan ben ik helemaal kasi en blij. Maar mijn werk, dat doe ik voor God. Wat ik ook maar doe. Op mijn werk bijvoorbeeld. Ik word betaald om play schoon te maken en gangen te dweilen en eten koken voorbereiden. Wat doe ik nog meer? Ja, wasmachines vullen, dan droogmachines vullen. En als alles dan droog is en schoon en droog is, dan moet het opgevouwen worden. En dan moeten er stapeltjes van gemaakt worden per bewoner. Ja, dat doe ik dan zo'n beetje. Heb je nog wat andere dingetjes? Over een huishoudelijk werk. Daar word ik voor betaald. En dat doe ik natuurlijk, maar daar word ik voor betaald. Al los daarvan, dan loop ik daar in de rondte. En dan heb ik contact met die mensen die daar werken. En dan maak ik een praatje mee. Soms zit iemand ergens mee en dan zeg ik van, nou, dat kan je ook zo bekijken. Of blablabla. En dan kijken ze mij zo aan van, ja, zo kan je het ook zien. En die bewoners daar, daar maak ik ook een praatje mee. Niet dan met iedereen of zo hoor, maar er zijn ook mensen die hebben er helemaal geen behoefte aan. En er zijn ook mensen die kunnen geen praatje maken. Echt niet. Die kunnen niet eens zelf eten. Die kunnen niet lopen, die kunnen niet eens rechtop zitten. Dus ik heb hele zware gevallen meegemaakt. En daar heb ik dan ook contact mee. Zelfs met die mensen heb ik contact mee, bedenk ik mij in ene. Maar daar kan je niet mee praten, maar daar kan je wel contact mee hebben. Er is een zo'n vrouw en die is ergens in de 30. Ja, die heeft een mismaakt lichaam. En daar hebben ze een rolstoel voor gemaakt. Maar het is meer een soort rolbed-achtige, een beetje ingewikkeld ding. Maar dan kan ze dan iets van wat jij zou zeggen, nou, het lijkt wel of ze zit, maar ze kan niet echt zitten. Maar daar zit ze dan de hele dag in. Ja, af en toe weer wordt ze in bed gelegd. En ze gaat ook wel overdag de deur uit. Waar ze dan naartoe gaat, weet ik niet. En dan komt ze weer terug. En dan ben ik bezig in de algemene ruimte, bijvoorbeeld met de was op te vouwen. Dat doe ik dan gezellig aan de tafel tussen al die mensen in. Dat werkt ook wel lekker. Hè? Maar goed, dan zit je dus tussen die bewoners in. En die doen helemaal geen vliegkwaad. Die lopen een beetje om je heen en zo. En zij zit dan de godganse tijd naar mij te kijken. Hè? Die keren dat ze erbij zit. En dan zijn er die begeleiders al tegen mij. Van, nou, ze is helemaal weg van jou. Maar zeiden ze erbij, zij valt op mannen zonder meer hoor. Maar jou vindt ze echt wel heel erg leuk. Dat is wel duidelijk.
En ik kijk ook niet de hele tijd terug naar haar. Maar nou, dan heb ik weer een paar onderbroeken op een stapeltje gelegd. En dan dwalen je ogen zo. En dan staart zij me dus weer recht in de ogen. En dan, ja, dan kijk ik haar toch terug in haar ogen. En dan, dan lach ik even of ik geef een knipoog. Van ik zie jou ook wel. Hè? Kijk, daar krijg ik niet voor betaald. Maar dat is wel mijn werk. Wat ik dan doe. Want daar krijg ik niet voor betaald. En er is ook zo'n andere. Er is een portret, man. De eerste keer dat ik in haar woongroep had schoongemaakt. Of ik was bezig aan het schoonmaken. Ging ze toch tekeer tegen mij, zeg? Want ik had een kussentje niet goed teruggelegd. En inmiddels weet ik dat. Inmiddels is dat echt geen enkel probleem meer mee. En ik weet nou ook precies waar die kussentjes moeten liggen. En ja. Maar goed, het was me niet verteld. En hoe kan ik nou weten dat dat zo strikt was? Dus dat, is dat probleem is helemaal opgelost. En dan was er ook nog dat ik ongelooflijk even langs kreeg als ik een deur open liet staan. En dan kom ik dus voorbij en dan, ja, dan doe ik een deur open en dan loop ik door en dan deed ik de deur niet dicht. Nou, man. Zij tegen mij tekeer. En er zijn ook deuren in die woongroep toestand en daar zit een knop. Dus dan moet je op een knop duwen en dan gaat die automatisch open. En die moet je juist niet op de hand open doen, dat is niet goed voor die deur. Ja, het mag wel, het werkt wel, het kan ook wel, maar het is niet de bedoeling dat je dat doet. En dan betrapt zij mij erop dat ik die deur met de hand open doe. En dan, dat moet niet, dat moet met de knop. Maar zo is die vrouw. Het is verder niks kwaads of zo. Die zit de godganse tijd iedereen in de gaten te houden. En inmiddels is het ook zo dat ik heb daar een aantal keren op woensdag de dienst gedraaid. En op woensdag is haar bed aan de beurt om schoongemaakt te worden. Of om dat het beddengoed vervangen wordt. En dan moet zij het oude beddengoed afhalen. En zij moet dan het schone beddengoed uit haar kast halen en klaarleggen op het bed. En de eerste keer was het mooi een drama, want dan had ze dat niet goed gedaan. Maar de tweede keer was het perfect en zo. En dat weet ze dan nu ook. Ze weet dat als ik dan op woensdag er ben, dat ik dat heus goed doe. En dan gaat zij woensdagavond naar haar bedje toe. En dan is dat bed tip-top in orde. En tussen mij en haar, ja. Na een tijdje hoorde ik haar dus tegen een andere bewoner zeggen. Die meneer, die doet dat wel goed. Ik heet dus die meneer bij haar. Ze heeft mijn naam heus wel gehoord, maar dat schiet er dan even niet te binnen. En zij vindt mij gewoonweg die meneer. Ja, die meneer, die doet het wel goed hoor. Dus ik ben bij haar door de ballotage heen gekomen. Dus ik zei dat tegen een begeleider, toen ik dat had opgevangen, dat zij dat tegen een andere bewoner zei. Zei ik tegen een van die begeleiders gelijk, ja, ik ben ook niet gek. Ik zei, nou, ik heb een compliment gekregen van haar. En die begeleider keek me zo aan, van haar? En dan kwam ik de laatste, kwam ik de s'morgens vroeg binnen. En zij was ook net opgestaan en ze loopt door de ruimte heen en ze ziet mij. En ze zegt met een hele luide stem, oh nee, daar heb je die meneer weer. En die begeleider die ziet dat zo en die hoort dat aan. En zij loopt dus door naar de keuken of zoiets. En die begeleider die keek naar mij en die zei, terwijl ze dat zei, had ze een hele grote glimlach op haar gezicht. Die begeleider was verbaasd. Kijk, daar krijg ik niet voor betaald. En dan kan je zeggen, ja, die vrouw die is zo gek als een deur. Is ze ook, is zo gek als een deur. Die kan niet zelfstandig wonen, dat echt niet. Die moet onder begeleiding wonen. Maar het is een mens, wat is dat nou? En ik word betaald voor dat schoonmaakwerk. Ik word betaald voor die praktische, concrete dingen. En daarnaast mag ik mij als mens opstellen. En daar krijg ik niet voor betaald.
Maar dat mag ik wel doen. En dat is werken. En dit kan jij dus ook in jouw eigen werk toepassen. Ook al heb je dus een baantje, wat ik dan zeg, dat is niets meer dan ruilhandel. Dat is gewoon slaven bestaan. Jij moet een smorgens, dan moet ik eens ook wekker zetten, dan moet ik fietsen. En daar krijg je dan die euro's voor en die ga je dan weer vrolijk uitgeven bij de Albert Heijn. Dat is geen ruilhandel, dat is niet je werk. Snap je? Dat is wat ik je mee kan geven. En al die mensen die dan zo geloven in dat werken, die krijgen last van vakantieverslaving. Dus dat ze gaan uitzien naar hun vakantie. Van, oh, ik moet zo hard werken. Maar nou, de vakantie dit jaar, we gaan naar Andalusië. En dat wordt heel erg leuk. Ja. Er was eens een begeleider, dat merkte ik dan. Dat heb ik dus ook meegemaakt. Er was een vrouw, een jonge vrouw. En die had ik dan één keer eerder gezien. En dat was vlak voordat ze op vakantie ging. En ik was haar gezicht alweer vergeten. Ja, ik zie zoveel gezichten. Echt waar hoor. De 10, 20 gezichten per week of zo. Hè. Dat onthoud je niet allemaal. Ja, en dan kwam zij dus weer op het werk en dat was haar eerste werkdag na haar vakantie. En het viel me al op dat ze helemaal opgemaakt was. En dat hoeft in die werkomgeving echt niet. Maar ze zag er helemaal tiptop uit. En een van de bewoners die vroeg aan haar, en hoe was je vakantie? Nou, zei ze, we zijn niet weg geweest, want ik heb de hele vakantie rugpijn gehad. Echt verschrikkelijk. Ja, en daar ga je. Dus ik had met haar te doen. Dat vind ik echt zielig voor haar. En dan heb je die ruilhandel gehad. En je hebt de hele tijd heb je gedacht dat je aan het werk was. En dan zou je een leuke vakantie gaan hebben. Nou, weet ik van wat. En dan komt een puntje bij het paaltje en heb je zo'n enorme rugpijn dat je, ja, dat je niet kan lopen. Ik ken dat. Dat is geen geintje, man. En hoe komt ze aan die rugpijn? Ja, van het werk waarschijnlijk. Lage rugpijn, dat ontstaat in een heel groot aantal van de gevallen. Ontstaat dat doordat je bij je schouders en je nek, daar ben je aan het verstrammen, verstrakken. En dat is een lichamelijke houding die jij aanneemt als je je overbelast voelt, psychisch gesproken dan. Hè? Dat je je groot moet houden, dat je psychisch te veel onder druk staat. En dan ga je daar, dan krijg je zo'n houding van, en dan stram je zo je. Ja, ik doe het nu even voor, maar dat kan je dus niet zien. Maar dan gaan zo je schouders omhoog en iets naar voren. En die nek, die gaat dan. En dan heb je bovenin, verstrakt het allemaal. Maar de bewegelijkheid van je ruggengraat, die moet er zijn, want je moet bukken en dingen en alles. En als je op de fiets zit, het is allemaal trillingen en zo. En als die bovenkant dan gaat verstrakken, dan moet alle bewegelijkheid komen uit de rest van je ruggengraat. En dat wordt dan met name gecorrigeerd door de bewegelijkheid van je onderrug. Dus je onderrug gaat veel te veel bewegen. En die spieren en pezen in je onderrug, die raken dan overbelast, omdat ze veel te veel moeten bewegen, want alle beweging moet vanuit je onderrug komen. Dus als je dan bukt, dan buk je met je onderrug, snap je? En als je weer overeind gaat, dan komt weer die beweging uit je onderrug. In plaats dat je, als je bukt, dat je dan je hoofd als eerste gaat bukken en dan de bovenkant, ik probeer nu ook te doen, maar de bovenkant van je ruggraat, die moet als eerste die bukbeweging inzetten. Zodat die onderrug niet al die bewegelijkheid hoeft te veroorzaken.
Ja, en tijdens haar werk heeft ze dus psychisch dingen te veel belasting gehad. En dan zetten ze zich bovenin vast. En dan begint de vakantie en dan pats. En dan slaat het in de onderrug. Ja, dan kan je niet meer bewegen. Dan kan je niet meer kano varen. Dan kan je niet meer fietsen. Dan kan je niet meer met de koffers gaan staan roelen, rijden op Schiphol-Oost. Nou, is niet Schiphol-Oost, maar op Schiphol. En dan moet je maar thuis blijven. Ja, dat is een mooie vakantie dan, hè? Potverdorie. En ze had een pesthumeur, jongen, die dag. Zo de knetter. Ja, die bewoners die hebben dat wel geweten, dat zij geen leuke vakantie had gehad. Ja, ik vergeef het haar hoor. Wat ze deed die dag, dat mag je echt niet doen. Maar ja, ik ga haar niet verklappen of zo. Verklikken. Maar ze had er zwaar de pest in. Ja, dat kan ik ook wel begrijpen. Maar jij met jouw werk, besef goed dat dat werk, dat betaalde werk, daar zit het hem niet in. Oh, ik heb die drama's gezien, man. Dan heb je succesnummers van mannen die hebben dan de manager uitgehangen en een hoop geld verdiend. Maar ja. Ik ken ook het geval van zo'n vrouw die zei van, ja, mijn man die was altijd de big boss op zijn werk en iedereen luisterde naar hem en nou is hij met pensioen en nou zit hij thuis en dan zit hij thuis een beetje de hele boel rond te commanderen. Ja? Dus hij was altijd een manager van een internationale toko en dan nu is hij de manager geworden van de huishouding. Nou, zei die vrouw, daar zit ik echt niet op te wachten. Was hij nog maar aan het werk? Ja. Ja. Dan kijk ik naar mijn opa en oma van mijn vaders kant. Die man, die mensen, er waren geen christenen by the way, maar die hebben gewerkt. Die hebben heel veel vrijwilligerswerk gedaan. En mijn opa was ook voorzitter van de Bridge Club. En hij was de procuratiehouder van... Was het nou een zus van hem of zo? Of was het aangetrouwd? Maar die vrouw die zat in Zandpoort. Dat is zo'n geestelijk gehandicapte dinges. En hij was dan haar procuratiehouder. In die zin, hij had dus bevoegdheden over haar... bankrekening en zo. En die vrouw kreeg dus een bepaalde toelage en daarvan moest een deel naar het instituut. En hij hield het allemaal in de gaten. Tante Annie heette ze. En die was dan gek, zeiden ze. Ik vond haar niet zo gek, maar mijn vader ook niet. Mijn vader kon het prima met haar vinden. Maar ze kon niet voor zichzelf zorgen. En mijn opa, die zorgde dan op de achtergrond voor haar. Dus, dagelijks werd ze verzorgd in Zandpoort. En nou, de rest in de samenleving, dat regelde mijn opa. Ja. Dat is heel verstandig, wat die twee mensen hebben gedaan. Gewoon dingen doen in de buurt. Dingen waar je niet voor betaald krijgt. Christus zegt ook ergens van, verzamel je geen schatten op deze aarde, waar mot en roest ze zullen aantasten. He, je mooie kleren, die worden door de motten opgegeten. En al het andere, dat verroest, dat whatever. Je geld bijvoorbeeld, dat verdampt. Je kan wel 100 euro op je bankrekening hebben, maar ja, de inflatie slaat toe en ieder jaar wordt het minder waard. Echt hoor. Wat je nu koopt voor x, maar
Ja, vroeger kocht je daar 10 keer zoveel voor datzelfde X. Ja. En dan kan je zeggen van ja, ik heb het op een spaarrekening gezet en dan krijg ik de spaarrente. Zo. Dus dan houdt het toch gelijke tred. Nee, dat is helemaal niet waar, joh. Zelfs met de rente erbij spring je er niet uit. Moet je voor de grap maar eens kijken naar de goudprijs. De goudprijs sinds het begin van de 20e eeuw. En dan kan je zien dat de prijs van goud over die hele lange periode, die is alleen maar gestegen. Rara, hoe kan dat? Nou, de enige reden daarvoor is dat het geld steeds minder waard is geworden. Want de waarde van goud is niet toegenomen. Waarom? Waarom zou dat toegenomen zijn? En wat is goud eigenlijk waard? Ja, het zit in computers bijvoorbeeld. Het zit in elektronica. Want goud is een hele goede geleider. Een stroomgeleiding is heel goed bij goud. Maar voor de rest heb je aan goud helemaal niks. Ja, goud is inert, maar het is ook heel zacht. Dus weer. Inert betekent dat het niet roest. Maar het is ook heel zacht. Dus wat moet je ermee? En toch is goud alsmaar duurder geworden. Terwijl de waarde die goud heeft, is niet toegenomen. Het is net zo belangrijk als toen. Nou, misschien iets belangrijker vanwege de toepassing in de elektronica. Maar dat verklaart niet die constante stijging over al die jaren. Maar het geld is steeds minder waard geworden. Dat is de reden waarom goud duurder is geworden. Snap je? Wat in deze, dit is even testamenten. Dit gaat over jullie begrippen, wat je moet hebben. Wat je echt moet hebben van de wereld. Hè? Kijk eens naar zoiets als de olieprijs. De olieprijs was in de jaren 70, met die oliecrisis, was dat $60 à $80 voor een vat ruwe olie. Maar dat is het nog steeds. Nou, ik vond het wel een mooie bespreking. Als testament voor jullie. En jullie zijn denk ik al heerlijk in slaap gevallen. Dan ga ik het volgende keer er verder over hebben. Er is zoveel te vertellen over deze wereld wanneer je wat ouder bent. En op zijn hamburgers zeg ik tjus en dag lieverds.